Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is een minder toffe dag, want mijn oma is zo net heen gegaan. Ik denk dat ik wel in één vlog had gezegd dat ze in het ziekenhuis lag en ze lag nu wel al, ik denk, 3 of 4 weken of zo in het ziekenhuis. En vandaag hebben ze dan beslist om haar in te slapen. Omdat ze de hele tijd achter, meer en meer achteruit ging. En het was het ook niet waard voor haar om af te zien. Dus ik ben blij dat ze op een mooie manier kan gaan en niet moet afzien. En dat ze geen pijn meer heeft. Het is natuurlijk heel kut om iemand te verliezen. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft meegemaakt. En, of toch de meeste. Maar we proberen gewoon aan de goede momenten te denken natuurlijk. En we hebben zoveel mooie herinneringen met oma. Dat was echt de beste oma. That's life, en dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat je mensen gaat moeten afgeven. Hoe pijnlijk dat ook is. Maar we houden ons sterk. En ik weet ook zeker dat oma dan zou willen dat we ons allemaal sterk houden. Ik ga ook gewoon verder met de dag vandaag. Het is nu net 3 uur geweest. Ik zit nog altijd in badjas en pyjama. En we hebben closet sale vandaag. Dus dat is natuurlijk even minder, omdat ik, persoonlijk heb ik daar natuurlijk nu niet heel veel zin in. Maar ik ga wel blij zijn om velen van jullie te zien en even gewoon mijn gedachten te verzetten, dat is altijd goed. En ook om bij Celine te zijn, want Celine is er altijd voor mij en het is ook gewoon fijn dan. Trouwens ook, Milky is sowieso heel aanhankelijk bij mij. Maar vandaag is het echt on next level. Hij wijkt echt niet van mijn zijde. Die blijft gewoon de hele tijd bij mij. De hele tijd. Die is echt constant bij mij. Daarna ging ik even naar het toilet. Komt hij echt zo bij mij zitten en zo. Dus ik denk dat Milky wel zo aanvoelt dat er iets is of zo. Ik ben ondertussen op kantoor. Alles is klaar voor de stock sale. Closet sale. Maar ik zie er moe uit. Celine is nog heel even naar huis nog iets gaan halen. Omdat hij nog iets was vergeten. En binnen, hoe laat is het eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar ik denk binnen 3 kwartier komen de mensen. Dus we hebben nog tijd. Oké, ik ben klaar op het kantoor. Oh, ik sta precies zo licht. Dat is beter, denk ik. Sorry voor hoe ik eruit zie, maar ik heb me niet geschminkt. Want ik had er ten eerste geen goesting in. En ik ga zelfs naar mijn zoon Charlotte voor een gezichtsbehandeling. Ik ben alleen op kantoor. Want Noah is ziek, dus Celine kwam niet. En die komt ook niet naar de gezichtsbehandeling. Normaal gaan we deze avond naar de little party, kerstparty. Ik weet nog niet of ik heel veel goedsting heb. Met alles wat er zo nu gebeurd is met oma en zo. Dus ik ga zien. Maar het zal misschien wel goed zijn om mijn gedachten te verzetten. Oké, dit is mijn resultaat na. Hoe lang zijn we? 2 weken. 2 weken? Oké. Dus supergoed, hè? Wat we moesten wegkrijgen, je vond je rimpeltjes al een beetje. Dat is die al hebben we dus goed naar beneden gekregen. Je pigmentatie is hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Ook goed dat dat niet omhoog is gegaan. Ja, omdat we met die brightening biobooster werken. Je talg moesten we al omhoog krijgen. Ja, dat is wel dus ook goed gelukt. Supergoed dat je talg en vocht eigenlijk meer in balans is. Inderdaad. En nog altijd, je ziet hier, je elasticiteit is nog altijd heel hoog. Je vocht is goed. Enkel de pooien is het punt waar we op moeten werken, zegt hem. Inderdaad. En dan gaan we nu doen, de behandelingen doen. Oké. Let's go.
Dat is gemakkelijker. Dat werkt super goed ook zo aan je ogen. Mm. Ik vind dat een heel aangenaam gevoel. En ook zeker na de peeling, weet je, omdat het dan zo wat warm is geweest voor je huid. Ja. En doen we dat allemaal zo erop. Oké, de behandeling is gedaan. Mijn huid ziet er weer heel gezond uit, zoals je kunt zien. Heel gezond, heel glowy. Voelt ook echt goed. Oh, dat is echt zo even iets wat ik nodig had. Echt heel aangenaam. We hebben de Detox Derma ampullen gebruikt deze keer. Die vooral op poriën werkt, want mijn poriën zijn wel nog een beetje groot. En dan een klassieke gezichtsbehandeling gedaan. De Maison Charlotte behandeling. Dus ja, mijn huid ziet er echt goed uit. Zo. Ik ben blij. En dan ook weer even onder de lamp. Dat is de lamp. En die zorgt ervoor ook dat je huid het product heel goed opneemt en zo. En dan hebben we deze glow. Party is gedaan. Ik heb niet zoveel gefilmd, want ik dacht dat ik mijn camera thuis vergeten was. Maar blijkbaar zat hij toch in mijn chakosh. Ik ga nu een beetje vooruit rijden, zodat Celine kan instappen. Want ik sta zo heel dicht bij de kant geparkeerd. Ik weet niet of ze hier zo in kan, ik denk het wel. En dan ga ik ook hier de vlog afsluiten. Ik hoop ook van jullie het leuk. Dus zeker thumbs up! Oei, mijn jas is op de deur.